1949 en werd begraven in de Oude Kerk. De klokken luiden wel 2 uur achter elkaar. Ik was 55 jaar geworden. Nu zit ik in mijn 8e leven. Dat van de dichteres, die herinnerd wordt om haar kunst, haar gedichten. Ik heb nog 1 leven over. Het is fijn om er 1 over te houden. Om te bewaren voor jezelf. Om over te mijmeren. Om over te fantaseren.